sta voor de Dutch Mountain. Dat is een nieuwe koematras waar wij 3 jaar geleden mee zijn begonnen qua ontwikkeling. En wat uiteindelijk nu geresulteerd heeft in het marktrijpe product wat hier achter mij ligt. Nou, het product is een totaal nieuwe koematras die wezenlijk anders is in vergelijking met koematrassen die al op de markt zijn. Het verschil ligt met name in de dikte van het matras zelf. Hij is 14 centimeter aan de voorkant en loopt af tot 10 centimeter aan de achterkant. En we hebben hem gemaakt van een hele speciale foamsoort. In het ontwikkelingsproces zijn we uiteindelijk op een aantal componenten uitgekomen. Wat is speciaal voor ons bedrijf gemaakt, voor deze toepassing geschikt. Zodat het ook heel duurzaam is en veerkrachtig voor de koe. Nou, de meerwaarde is dat het door de koeien ervaren wordt als een heel zacht lichtbed. En wij zien bijvoorbeeld op de bedrijven waar we de matras hebben getest, dat onder andere een veelgehoorde opmerking van veehouders is dat koeien die klauwproblemen hebben. Hè, dat zijn vaak de koeien die het langste blijven staan in de stal, omdat ze pijn hebben. Hè, kijken tegen het moment op om te gaan liggen. Dat die nu als eerste gaan liggen op deze matrassen. Hè, omdat ze waarschijnlijk geen of heel weinig pijn meer ervaren. En we verwachten dan eigenlijk ook dat het genezingsproces veel korter zal zijn dan normaal gesproken het geval. En daarnaast, als een koe langer ligt, produceert ze ook meer melk. Hè, dus dat dat indirect ook een bijkomend voordeel is. Nou, we hebben het voor Nederland eigenlijk op deze beurs nu geïntroduceerd, zeg maar. En officieel gaat de verkoop vanaf 1 januari van start. Nou, de prijs van de matras is €325 per lichtplaats. En dat is het een lichtbed van 1,15 meter breed. En dat bestaat dus uit de unieke foam, wat helemaal ingesield is in een rubber hoes van 1 mm dik, een elastische hoes. En daaroverheen komt een hele elastische topcover die ook heel huidvriendelijk voor de koe is.